Hallo, ik ben Kim van Blabloem en vandaag vertel ik jullie graag meer over deze iconische wipstoel van Baby Björn. Ben jij op zoek naar een goede relax die kwalitatief is, maar die ook veilig is en ergonomisch verantwoord voor je kindje, dan is deze stoel zeker iets voor jou. Kijk verder naar de video. Wat maakt deze relax zo speciaal? Wel, als je een babytje vastneemt, zie je dat hij natuurlijke kromming van de rug heeft. En net dat is het grote voordeel van de Baby Björn relax. Want die relax die zorgt ervoor dat de kromming van de rug volledig eigenlijk gevolgd wordt, doordat er geen verhard rugband is, maar wel een zachte stof. Op die manier is er een optimale ondersteuning van zowel het nekje, het hoofdje als de rug van je babytje. Dat is een van de grote voordelen van deze relax van Baby Björn. Een ander voordeel van deze mooie relax is dat je babytje er zacht in kan wiegen, wat een rustgevend gevoel kan geven voor je kindje en een gevoel van geborgenheid, omdat de stof zijn lichaam mooi ontsluit eigenlijk. Anderzijds gaat het ook de actieve bewegingen gaan stimuleren. Hoe meer je kindje met de voetjes beweegt, hoe harder het gaat wiegen en hoe meer plezier hij zal hebben. Dit activeert het bewegen en de motorische ontwikkeling van je kind. Deze relax zorgt voor een fijne setting als je je kindje dicht bij je wilt hebben, waardoor hij toch de omgeving kan observeren, dicht bij je kan zijn en waar verbinding en interactie mogelijk is. Het is ook zo dat deze Baby Björn relax gemaakt is van hoogwaardige materialen, echt heel erg kwalitatief is en daardoor heel lang meegaat. En onze tip is natuurlijk, als je zo investeert in zo'n mooie relax, kan je ook gemakkelijk verkopen op de tweedehandsmarkt, zodat je eigenlijk een deel van je geld kan recupereren. Dus zeker een vaste investering waard. Naast al deze voordelen is de Baby Björn relax ook nog heel gemakkelijk in gebruik. Je kan hem helemaal plat maken. Dan kan je hem ook gemakkelijk transporteren als je zijn weekendje weggaat. Je kan hem makkelijk rechtop zetten. En er zijn verschillende standen mogelijk waarin dat je je kindje kan zetten. Bijvoorbeeld wat hoger of wat lager als hij wat meer wilt rusten. Verder zijn ook deze stukjes gemakkelijk te bedienen, waardoor dat je hem wat groter of wat kleiner kan maken. Afhankelijk van hoe groot je kindje is of waar jullie nood aan hebben. Ook gemakkelijk om hem open te flappen om je kind erin te zetten. Bovendien is de hoes makkelijk verwijderbaar, zodat je hem gemakkelijk ook in het wasmachine kan steken om uit te wassen en hem weer opnieuw kan gebruiken. Wil je nog langer plezier hebben van je Baby Björn relax, dan kan je er ook een aangepaste hoes over kopen. We hebben verschillende merken hoesen die daarop passen. En op die manier kan je gemakkelijk de hoes gewoon uitwassen en daarna opnieuw gebruiken. Dus dat is ook zeker een tip die we willen meegeven. Naast de Baby Björn relax hebben we ook nog andere relaxen in ons assortiment. Bijvoorbeeld deze van ErgoBaby, dat is de ErgoBaby Evolve Bouncer. Die is vergelijkbaar met die van Baby Björn. Daar zit nog een meegeleverd verkleinkussen in. Ook hier een speelboog, die kan je ook trouwens op de Baby Björn relax kopen. Maar ook een beetje hetzelfde principe als die van Baby Björn. We hebben ook de Nobadinos Growing Green Bouncer of relax. Dat is eigenlijk een iets meer designmodelletje, waarin ook weer die schommelende beweging mogelijk is. En dan de Nuna Leaf Grow, dat is eigenlijk een heel speciale. Die kan ook zijwaartse bewegingen maken. Dus je kindje kan ook zijwaarts wiegen. Ook hier weer geen verhard rugband, net als alle andere. Kan ook mee wippen. En het fijne van deze en deze is dat je hem ook nog als peuterstoeltje kan gebruiken om later een boekje in te lezen. Wij bij Blabloem zijn helemaal overtuigd van deze mooie relax. Ik had die zelf ook voor al mijn kinderen. Ik heb er heel veel plezier aan beleefd. Het is ook zeker een absolute must-have op een geboortelijstje. Geboortelijstjes die je bij ons bij Blabloem ook kan leggen. Heb je deze content gezien? Vind je hem leuk? En wil je meer zien? Dan kan je je abonneren op ons YouTube-kanaal. En volg ons verder voor meer leuke video's. Doei!